Zeg, heren, hier een groet vanuit het mooie Gaasterland, bekend van de Elfstedentocht en van de Friesman. Ik kijk uit naar jullie verslag van een prachtige dag met Jacomina. Hoe is het? Ja, het lag blij dat ik thuis ben. Ik ook, blij dat ik er ben. Was, de 25 laatste kilometers waren nog even doorbikkelen, hè? Ja, had ook met het weer te maken. Morgen lekker dagje bijkomen. Ja. Ga je nog een keer? Ja. Morgen weer, hè? Gaan jullie mee morgen? Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. Donderdagmorgen 9 juli. Ik sta voor de deur bij Jurgen, want we gaan vandaag op pad met het project Think Medium van Jacomina Eikelboom. Ik ben heel benieuwd. Ik moet nog wat zeggen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Goed Jurgen, we staan voor de deur bij Jacomina. Hierachter is het. Mm-hmm. Think Medium. Hoe is het? Medium. Ja. Hoe kijk jij vooruit naar vandaag? Ik kijk naar buiten. Ja, een beetje drizzel. Ja. Dat is, vind ik, altijd wat minder om dan die fiets op te stappen. Alles nat de hele dag, hè? En het wordt toch wel. Maar we gaan naar een hele mooie, bijzondere plek. Tevelen. Ja. Daar kijk ik natuurlijk enorm naar uit. Dat met name en het feit dat je gewoon... Met name. Goeie. Ja, hè? Met name. Jurgen van Tevelen. En ja. Dat je en met Gerrit en met Jacomina een heuse dagtocht gaat doen. Ja, want we gaan dus 60 kilometer heen fietsen, daar een kilometer zwemmen, dan 10 kilometer hardlopen en dan weer 60 terug. Dat is het idee. Ja. Zie jij nog op tegen die afstand? Alles, als ik het los zie, denk ik, 60 kilometer fietsen, ja. Prima. Ja. Nou. Maar dat denk ik dus ook. Ik ben heel erg bang dat ik het enorm onderschat. Maar ik denk ook, gaan we gewoon even en dan doen. Een kilometer zwemmen en dan Jacob had over 20 minuten. Nou, dat is mijn tijd. Nou, dat is helemaal goed. 10 kilometer heel rustig aan. Moet ook nog wel kunnen. Ja, en dan weer 60 kilometer. Ja, dan denk ik, nee, ja, dat lijkt me wel te doen. Maar als zij zegt, ja, we vertrekken om 9 uur en zijn rond 6 uur thuis. Dan heb ik toch eens we gaan gewoon dus, de hele dag sporten. Ja, er zitten wat gekke dingen in waar ik waarschijnlijk nog geen weet van heb wat ik ga tegenkomen. Heb jij nou op dit moment in de voorbereiding nog iets gedaan om vandaag slimmer te presteren? Natuurlijk het eten, heel belangrijk. Ik heb mijn bammetjes echt met heerlijk belegd. Je hebt boterhammen bij je? Zeker. Oké. Okay. En natuurlijk de abrikoosjes, wat pinda's op aanraden van Jacomina. Ja, want we hadden dus deze week hebben we zitten appen met elkaar. En ik heb gewoon blind Jacomina dieet gepakt. Ik denk, nou wil ik ook weten wat een ultra-atleet meeneemt. En dat wil dus zeggen, zij schreef, ik zit op een supermarkt dieet. En dat komt natuurlijk vanuit haar Think Big project. Dat ze alles in de supermarkt wil kunnen kopen. En wat zei ze nou nog meer? Sowieso geen sportvoeding. Dus ik heb dus wraps met hummus. Wraps met hummus. Ja. En pure chocola. En inderdaad ook abrikozen en vijgen. Twee bananen heb ik. Oh ja, ik heb al één op bij mijn ontbijt. Ah, okay. Ik heb één banaan bij. Prima. Ja. Nou, we gaan er binnen. Ja. Yo. Yo. Goedemorgen. Morgen. Klaar voor Tevelen? Zeker. Waar gaan we naartoe? Tevelen. Naar Tevelen. Hey. Tjonge jongen, ben toch blij dat je niet Jurgen van Venlo heet? Zo Jurgen. Ja, waar zijn we eigenlijk? Bakkie doping. Bakkie doping. Dat is belangrijk voor jou, hè? En een banaantje. Jij ging slecht, hè, zonder koffie? Ja. Ja. Misverstand, denk ik. Ja, misverstand. Nou, er staat spul. Kijk, Jacco in de tuin. Ja, Jacco, wat gaat er nu een uur in? Worst.
Je begint met worst. Of je worstlust. Nou, ga ik ook maar wat eten pakken. Naar de cappuccino, hè? Ja. Goeie combi. Lekker. Het gaat nog heel makkelijk. Even poetsen zo. Ja? Zo makkelijk dat je bijna denkt, ach, dit wordt gewoon een vakantiedag. Ja. Daar moet ik een beetje voor waken dat ik toch scherp blijf in het achterhoofd. Geen energie ga verspillen. Pacing is belangrijk vandaag, ja. Denk ik. Ja, we gaan lekker rusten. Er komt nog heel wat. Ja, jij weet het. Het is voor jou dag 10. Het is voor ons dag 1. Eerste keer. Ook de enige keer, Jurgen. Het is ook gewoon vakantie. Hè? Wel genieten van het tochtje. Ja, ja. Dat is het belangrijkste. Blijf genieten. But now my only win is now and my only wear is when I'm by your side. Trek je nou een beetje met ons? Het gaat heerlijk. Ja. De mannen houden me goed uit de wind. Dus dat is erg fijn. Hey, we zijn bijna bij Tevelen. Wat kunnen we verwachten? Ja, weet jij nog iets? Wat is jouw verwachting? Van Tevelen? Ik verwacht hele leuke, gezellige mensen. Dat hè? Ja. Ja. Kijk, we gaan naar Malta. Jurgen! De parel van het zuiden, zou ik zeggen. Ja, hè? Ja. Voelt het nou? Ja, ik vind het mooi. Mooi. Door EWF, ELN. Ja. Leuk ook met je leeftijd erbij. Nou, ik denk dat je de tijd moet nemen om dit mooie dorpje toch te bezichtigen. Stop te maken bij de kerk. Zo, hier gaat het gebeuren. Wat gaan we doen, Jacco? Zwemmen. Kilometertje zwemmen. Lekker hoor. Jurgen, we gaan te water. Ja. Leuk hè? Ja. Ja. Hier kijk je het meest naar uit, ja, toch? Ontzettend, ja. Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we. Het is helemaal niet koud, joh. Je zou nou maar een pak hebben, hè? Ik heb een pak! Oh, het is echt lekker warm water. Het is echt lekker warm water, ja. Nou, maak even. Graden, dat we draaien even, want maak we even zelf. Oh ja, we gaan zelf in het water. Slimme presteren podcast. Duimpjes! Oh jee, we gaan het echt doen, Jurgen. Ja. Vond het al lekker? Ja. Ja, nou, dan gaat de camera uit, die gaat in de tas. Doei! Hij loopt. We zijn het water uit. Jurgen, ja. Je bent het water uit. En nou doe. Je zag het tegenop, hè? Rennen. Ja. Klap dan, zie ik. Ja, ja, ik ben het. Maar je ging goed, hoor. Dank je. In je thuisvoetje. Ik zou volgende keer gewoon lekker met je voetje aan. Ik sta er heerlijk bij. Jij ging goed, hoor. Als je nou slimmer presteren, hè? Bij twijfel, gewoon wel een wetsuit aan doen. Wel, hè? Nu laat je hem hier. Dus als iemand op zoek gaat naar een... Daar ligt hij. Te drogen. Want ik moet toegeven, ik sleep dadelijk 3 kilo extra mee op de fiets. Hè? Ja, dat wel. 3 kilo water. We gaan een stukje hardlopen. 10 kilometer. Kom. Terug van het lopen. Etappe 3 zit erop, Vertevelen. Ja. En kijk, heb je? Bugles. Lekker, zin in. Abrikozen, chocoladepinda's. Heb je nog inzichten gehad onderweg? Rechtsje bij Mexicanos. Het lopen? Inzichten gehad. Over deze slimme prestatie? Dat eigenlijk rustig lopen, zo afspreken, we gaan 6 minuten per kilometer. Dat
dat doen we dan ook gewoon en dat het heerlijk is. Ja, gaat goed hè? Ja. En even lunchen en nog een stuk terugfietsen. Even naar huis fietsen. Die fiets, hè? Die heeft best wat te lijden zo op zijn dag als vanavond. Wat doe jij nou vanavond met die fiets om morgen weer op pad te komen? Afspuiten. Met Met de tuinslang. Ketting ook goed afspuiten, dus ook bij de achterdeur, voor de deur. En dan de ketting meteen droog maken en een uur later nog een keer droog maken, En dan squirt loop wax op de ketting. Squirt loop wax. Ja. En that's it. Vanavond ook maar doen dan. Ja, hallo. Helemaal vergeten, maar het is natuurlijk openbaar vervoer. Dus ja, je hebt minder doen we wel 10 dagen. Je hebt een mondkapje bij. Je hebt ze over de neus, hè? Dat had je niet doorgegeven, hè? Nee, ja, dat stond niet op de paklijst. Jurgen? Een hele luchtige pond, hè? Vijfde pond. Hoe is het? Vijfde pond. Ja, goed. Aha. Ik ben wel af te tellen. Stiekem, moet ik toegeven. Maar dat gaat wel lukken. Ik ben blij straks als ik er ben. Pontje wijk met duursteden, nou dan is het even naar huis zien, toch? Ja, behalve dat we vandaag naar beeld over gaan. Oh ja. Op de klok. Dat had ik in Bunnekamp een keer gedaan. Jurgen? Ja. Gerrit. We zijn weer terug. Ja. Hoe was het? Ja. Ja. Een belevenis, een avontuur. Ja. Ja. Wat, ik weet niet of ik elke vakantiedag zo zou invullen. Laat ik het zo zeggen. Het is nog vers, hè? Ja. Wat is jou het meeste bijgebleven? Toch wel het bezoek aan het plaatje Tevelen en daarna die story, hè, die de heerlijkheid zwaard. Ja, mooi, hè? Mooie natuur. Ja. Ja. Kan ik iedereen aanraden om daar eens naartoe te gaan. Ja, je kan het niet vinden, je kan niet navigeren naar Tevelen, maar op een gegeven moment ben je er. Het bestaat wel. Hey, en gelukkig hebben we de foto's nu, met de beentjes? Die gaan lekker omhoog dadelijk. Een beetje, ja? Is met kop? Ja, dus zeker. Kop is fris? Ja. Ja. Nou, mooi. Nou, ik ben blij dat de dag erop zit. Morgen weer? Moet ik nog even zien. Ik geloof dat ik een schuurtje in de kamer zet. Ja, precies. Ja. Dat is goed. Ah, mannen, Gerrit en Jurgen. Gezellig, lid van de club. Ik kijk nu al uit naar de vrienden/ledendag. Succes, ga zo door. Groetjes van Manolo.